Ja, Douwe Hoogland, steedlid van de Partij van de Arbeid. Uitstel van het definitieve besluit van Nijhirdemhout. Het Wienpark, nu ook dat de Wienmoen meer dan 1200 meter heeg. Kielsen die zei nota van ik wil dat onderzoek initiëren van de zonsrisico's. Misschien meer compensatie en legere Wienmoenen. Hier maar PvdA, destijds, Hans Konst, wie de deputaire. Wat vind je van het uitstel? Nou ja, dit uitstel vinden wij, ben wij net blij mee, want wij hier in Graal dat het hele proces toch eens een keer in het licht houden waar. En werd dit soort elementen, die wij nou mee doen, en die nou in die drie weken, denken ze, een oplossing vinden te kennen, dat we die voor een volgrutter lange tijd raak de antwoorden op zitje moesten. Je kwam zelfs uiteindelijk nog maar een uitstel rond januari 2019, hè, omdat soort zaken. Ja, omdat wij vinden dat de bevolking, en dat hebben we vanuit uw hart zitten, mij kregen toch te meer jet binnen en dat vindt de bevolking zelf. Ze zijn uiteindelijk net genoeg jet. En in zo'n proces, zo'n belangrijk proces, zo'n belangrijk rondelijk proces, vinden wij dat de bevolking goed mij nam worden moet. Werd al zo lang op praten wordt en werd in december 2014 een besluit genomen, werd de PvdA toen nog in het college zit, is het dan het rikkelijk let dat je mijn opa's achterkomen dat die bevolking het goed mijn naam is? Ja, het is een kwestie van als er zo'n startnotitie en dat soort dingen opgesteld worden, dan word je er eerst even de resultaten van jongen houden. Nou, toen ben ik de OR, de omgevingsadviserie is in werking gesteld en die zou dat proces mij begeleiden tussen zowel de initiatiefnemers als ik het meenemen van de bevolking. Nou, Hashenken, en dat is al in de rin van de tijd gebeurd, dat dwarsbelangen eruit stapt binnen, dat Houvisner mooi eruit stapt is. En ja, dat hier eindelijk, en daar hebben we tussen die ook vragen gesteld, wat gebeurt hier nou al hier, maar dat hier eigenlijk de onderling werd van zei van, ja, je gaat iets niet goed. En toen heb je Kielstra even ingrepen, man, van je gaat iets niet goed met het proces in het gebied. Dat proces wat toen eigenlijk misdoen is dit de uitkomst van? Ja, ja. En wat hij nou zei, he, dat er in drie weken tijd die zonsrisico's in kaart gebracht worden, met al het eerst dat er bekend maken wordt hoe dat maakt. Mogelijk legere Wienmoen, compensatie, drie weken is het samen voorbij. Is het net 14 te kwart? Ja, dat is 14 te kwart, dat let ik graag voor zien rekken. Hij zult ik net redden. We krijgen alle moties om die er in die drie weken naar mij nemen maat om daar een antwoord op te gaan. Dus hij zult zelf in zijn eigen mee rennen. Is het dan van de bühne en dat ze dan op 18 juli dat je hem dan arresteert het besluit gewoon nemen? Dat zou samen kennen, dat wil ik niet. Ik ken net vooruit rennen op 18 juni. Dat gebeurt natuurlijk juli, dat gebeurt natuurlijk weer heel wat in drie weken. Werd het omgekeerd, is het de meeste uit de streek, die heb ik insprutsen natuurlijk op die hark zitten. Zonsrisico's, zij ben benauwd dat ze ziek worden. In ieder geval last hè, van die grutte meegaan Wienmoenen. Je zou en ik al eigenlijk meerderheid van de steden. Misschien moeten er wel legere Wienmoenen komen die beter in die streek passen. Die tegen geaccepteerd worden door die bewoners. Vind je dat ik? Nou, dat vinden wij, dat zou kennen. Maar dan moet je juist ook inderdaad met de bevolking spreken. Maar wij zeggen ze ook, en dan doeken wij waarom naar het besluit van 2014, werd ik insteer dat er sanering plaatsvonden, dat er een uitvoeringsorganisatie komen moest, dat we ook dwarsmoen daarin belutsen hadden. En zag ben er nog meerdere oplossingen. Er waren nog twee opties, JRVN, er waren nog twee opties. Maar ook in de A-list van Friesland van de Wien, waren ook nog genoeg mogelijkheden om te herplaatsen. Dus ja, dat hier wel wat ruimte ontstaan kennen. Dat ligt net onverlet dat wij nog steeds vol zeiden van, we gaan wien op je hebt mij hoor. En deze zoektocht, die vond je hier je plak, vinden maten, want dat hebben we mij ook al besloten. Maar vind ik dat dan gebeuren moet. Maar ja, nou blijkt dus dat dit het resultaat is. Een lietse gebied werd nu gewoon heel grote moeten komen te staan. Terwijl het in het oorspronkelijke besluit het zoekgebied echt groter weer. Kom ik weer met het dwarsmoen nu, hè? Dat het dwarp, zoals Reduzum, die wollen graag hier in die mooie net. En je was hem net en je krijgt hem. Ja, daar hebben wij natuurlijk als partij al zo vaak wat al zijn. En daar wil ik haast een beetje wurg van. Maar hier sowieso hier er 18 megawatt samen pleetwerken bij Dwarsmoen. Sinds een Kielstra rent in zijn eigen mest. Toch goed draaien, wie kan wel duidelijk hier aan wel hoe die peerpunten. Hoe rent er in zijn mest, denk je? Nou ja, ik denk dat hij nou zelf straks erachter komt. Dat drie weken wel verrekte kwart is om een hele gezonde zonsmonitor op de rug te zien en dat soort dingen. Ja, dat zult er net redden. Hij kent een soort, laten we het maar vanuit gaan. Maar dat effectueerd wordt in drie weken, daar leeuw ik niks van. Er moet een besluit komen, want oorzaam die subsidies werden vaai. De initiatiefnemers in oktober mogen onvrede maken. Hoe dan verder? Ja, wij zijn als Partij van de Arbeid net gevoelig voor de subsidiestroom. We zijn echt net gevoelig voor de eerste die het aan initiatiefnemers had. Wij denken dat het wel wat afvalt. De initiatiefnemers gaan mij politiek te maken zien. Politiek een heel hoog besluit nemen. En je steeds altijd maar leeg. Dat gebeurt
is vaker gebeurd en dat weten ze van tevoren. Dus 18 juli wordt op een eind een hittedatum van de Wimon. Geen daar maar van uit, want dan binnen er direct misschien weer een aantal dingen die net uitwerken binnen. Ja, daar geven we dan weer ons horen, om het samen te zeggen. Waar zit het? Dank u wel, Hoogland.